Nou, we staan dus ergens in het midden van de stad. Oké, het is niet leuk voor de mensen die hier hebben gewoond, maar als je het zo bekijkt. Het is vandaag alweer 23 augustus 2019. Het gaat hard, mensen. Waarom alweer 23 augustus? Ja, omdat het elke dag weer een andere dag is. Ja. Het is nu alweer 12 uur 52 op mijn klokje op de computer. Dus ik lig niet. Nee. Roderick is nu eventjes een kennismaking gesprek op zijn andere werk. Ja. En ik ben even net weer een admin van een school bezig geweest. En ik moet eventjes mijn coördinator even vragen of ze het even naar wil kijken. En ik heb de hondjes hier, dus ik wens jullie heel veel kijkplezier gewenst. Hey Dan. Oh, je gaat nu in één keer weer helemaal naar beneden. Nou. Speed. Ja, kom hier. Oh ja, ben ik weer zo lief? Ben ik weer zo lief, Don? Hé? Hey? Ja, ben ik weer zo lief. Jouw nagels hoeven niet in mijn vel, hoor, te zitten. Kom. Piet, kom dan. Kom eens hier naar boven. Kom. Daar lag je net ook. Daar lag je net ook. Ja. Hi. Hier lag je net ook, hè. Ja, is leuk, hè? Is lekker, hè? Even kusjes geven aan vrouwtje, hè? Ja, hè? Wat ik hier heb, weet ik ook niet, maar oké. Hey, kindje. Kijk, mensen, hoe lief. En hier nou lekker licht. Dit is heel lang geleden van mij. Lekker, hè? Hey. Lieve. Ja, lieve. Niet kusje, nou dan niet. Dan niet, ook goed. Ja. Ik hou van jou. We lijken een beetje op elkaar, hè? Beetje maar, hè? Nee, beetje maar, hè? Dat dacht ik ook. En dan, wie hebben we hier nog meer liggen? Daar ligt Lady. Daar ligt Draki. En dan liggen er, denk ik, de zusjes buiten. Denk ik wel. Ja. Je begrijpt het, dat is goed, hè? En wat je zus bedoelt.
Oké. Zeker heel knap van jou. Zal we het doen? Kleine? Nee, ga naar je zus dan. Hé, hey, Beauty. Ga naar je zus. Ga naar je zus, go. Ga kijken. Niet? Nee. Nee? Niet met je snuit op tafel. Niet met je snuit, nee. Ga naar je zus toe, kom. Go. Dan niet. Oké, wij gaan pleiten. Lady. Alsjeblieft. Lovely. Alsjeblieft. Beauty. Tot straks. Dan neem ik thee mee. Zo. En dan ga ik weg. Kijk. Zo. En dan, dan zit rode zon in de auto. Waarschijnlijk. Maar ja. Dus even kijken of ik post heb. Ook een hele goeie. Even kijken, daar staat mijn vent. Ja. Met de auto. Nou, we staan dus ergens in het midden van de stad. Ik laat jullie wel even zien. Dat is dit jaar januari gebeurd. 29 januari om precies te zijn. En het is een ravage. Echt waar. Ik wist het niet. Ja, oké, via de tv. Maar echt, ik wist het niet. Nee. Maar ik laat het jullie wel zien. Oké, het is niet leuk voor de mensen die hier hebben gewoond. Maar als je het zo bekijkt. Is het echt gewoon niet normaal meer. Gewoon niet. Jeetje, mina. Krijg de hik hier. Gewoon een hele schoorsteenmantel. Kijk dan. Oh. En echt gewoon van... Ik weet eigenlijk niet waar ik moet beginnen. Hier, hè. 1. Dit is 1. 2. Ja, ik moet hier beginnen. Dit is gewoon dus waarschijnlijk een hele... Van hoe het op is gebouwd. Krach, kuri. Ik zal het even hier gaan lopen. Een beetje nagaan. Ja, dat is echt erg hoor. Als je dit nou zo ziet. Ja, gewoon een hele... Alles is gewoon weg, hè? Alles is gewoon weg. Een handschoen hangt er nog. Een keukenhandschoentje. Gewoon de hele vloer van je hele woning is gewoon weg. Gosne. Ja, weten we. Ik schrok me goed. Ja. Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar, mensen. Dit zomaar kan gebeuren. Ja, de tram die rijdt hier langs. Mensen, hoe bizar kan het zijn? Je zal maar een gaslek hebben. Echt, net als deze mensen hier hebben gewoond. Echt, het is gewoon te bizar. En nee, ik wil het echt niet promoten, echt niet. Maar ik wou het al heel, ik heb gewoon al heel lang zoiets gehad van ja,
ik wilde gewoon niet naartoe, maar ik wou het gewoon ook eventjes in mijn eigen ogen bekijken. Nou, dat heb ik dus nu gedaan. Eigenlijk even deels samen met jullie. Dus ja, dus nu eventjes heb ik het even met jullie even gedeeld. Dat zegt Ro ook. Het is gewoon te bizar en voor woorden. Even zo, ja, mijn deurtje dicht. Ja, maar wat vind jij ervan, schat? Echt, hè? Ik heb er niks mee te maken, daar, met het knipkastje. Nee. Ik woon daar toevallig naast, of boven, of... ben je hele huis kwijt. Ja, is het ook. En je bent ook gewoon je hele huis kwijt. Ja, wel je en er zijn gewoon 3, 6, 9 woningen gewoon kapot. 9 woningen. Gewoon heel erg. Dus voor de mensen die hier nog steeds last van hebben, onwijs heel versterkte namens ons. En jullie komen er wel. Echt. En als je eens een keer wilt praten over een huis, dan kan het ook altijd even hier even onder echt zetten. Ja. Nou, als je ons wil volgen, dan moet je dat en dat bordje volgen. CR, ja. Mooi groen. Waarom is het heel erg dicht op? En niet goed beschermd. En met die scooter. Het was nog mooi groen en hier heb je zo'n mooi paaltje. Ja, een paal. Als je onderuit gaat, jongen, ga je ook hard onderuit. Ik wil jullie heel graag bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter. En ja, die andere, weet je dat niet meer? Weet jij die? Doen hè. Doei!